Welkom bij het Gameking Channel van 27 juli 2021 en we beginnen met het nieuws dat een leaker, een insider, als het gaat om FIFA en uh, die jongen die heet Donk, gast weet veel, uh, heeft ook al regelmatig wat dingen verteld van tevoren geruchten de wereld in geholpen die uiteindelijk waar bleken te zijn en hij heeft nu uh, gezegd via zijn social media dat hou je vast FIFA. 23 wordt free to play. Kortom, gratis. Service model. Dus je moet er abonnement erbij gaan krijgen. En het wordt ook nog eens een keer cross-platform, wat het nu ook nog niet is. Kortom, dat zou dan betekenen dat EA de route kiest die Pro Evo, dus eigenlijk Konami. En het heet nu geen Pro Evo meer. Maar ik noem het gewoon lekker press en Pro Evo en niet uh, Ease Football, Want dat vind ik echt een K titel. Um, dat zij de weg die Konami is ingeslagen met. ...in, uh, ja, gaan achtervolgen. En het maakt ook wel sens uiteindelijk, jongens. Want uh, het zijn steeds meer updates. Het is heel erg moeilijk om een voetbalgame of een sportgame... ...die eigenlijk al een hele goede basis heeft... ...om daar elk jaar weer zoveel aan te veranderen... ...dat je kan zeggen van, oké, okay, maar dat is meer dan 60 euro waard. He, we hebben natuurlijk nu de update gehad van PlayStation 4 naar PlayStation 5. Oftewel van de oude gen naar de nieuwe gen... En straks krijg je gewoon weer de spelers op de juiste plek, de clubs misschien iets anders, de singleplayer single player mode die iets anders wordt uitgevoerd, cetera. De fut mode waar wat kleine dingetjes aan veranderd zijn. Het zijn steeds meer updates. En het overgrote deel van het geld wordt door EA nu al verdiend aan uh, Ultimate Team. Kortom, waarom dan nog steeds die 60 euro gaan vragen of 70 euro voor een full price game? Als je het ook gratis kan doen. En daarmee jouw fanbase vele malen kan vergroten. Want met name in Azië. Hè, want dat is natuurlijk waar uh, Konami op mikt. Daar is free to play. En uh, voetbal op de mobile is heel erg groot. Dus ik denk dat IE ook denkt van oké, okay, die markt moet ik ook gaan pakken. Um, en we gaan, de, we gaan ze gewoon achterna. Dus ik weet niet of het waar is. Uh, het is natuurlijk wel zo, als bijvoorbeeld het hele basisbegrip achter Ultimate Team als blijkt dat dat gok is um, en het wordt verboden in verschillende landen, dan valt natuurlijk een beetje de grond weg, hè, de basis weg, de, de bodem weg onder het fundament waar uh, natuurlijk het hele free-to-play is opgebouwd. Want free-to-play is gratis. Met gratis koop je geen brood, dus er moet wel geld worden verdiend. En dat doen ze natuurlijk met name met microtransactions en dus Ultimate Team. Dat kan nog wel een beetje roet in het eten gooien, maar het zou zomaar kunnen zijn dat EA daarmee bezig is. En zo'n zo grote verandering ga je gewoon niet uh, binnen een paar maanden doorvoeren. Dus FIFA 22 was veel te vroeg. Uh, mogelijk heeft het feit dat Konami het nu echt gaat doen... echt gaat doorvoeren uh, met uh, e-voetbal dus... Uh, heeft dat ook nog eens een keer dat hele proces in een stroomverstelling uh, gebracht. Kortom, ik denk dat we dat pas richting de volgende zomer gaan horen... of het daadwerkelijk ook een geval zal zijn. Dan de zaak. Activision Blizzard, je weet het. Uh, het hele uh, toxische werksfeer. Uh, we hebben er een uitgebreide piepje over ge gemaakt. Uh, even heel kort in het aange uh, heel, heel kort in um, omschreven. Uh, de staat Californië heeft een aanklacht ingediend. Tegen Activision Blizzard. En dan met name eigenlijk Blizzard. Want het, het, het gaat om Blizzard. Maar het bedrijf is Activision Blizzard. Uh, dat er bij Blizzard al heel lang. En dan hebben we hebben het echt over jaren, 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 jaren. Een. Werkomgeving is geschapen en in stand gehouden waarin vrouwen stelselmatig uh, slecht behandeld worden, seksistisch behandeld worden, uh, onderbetaald worden, niet de posities krijgen die ze uh, 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 eigenlijk zouden verdienen op basis van wat ze kunnen, et cetera, et cetera. Nou, een heel verhaal, daarvoor moet je gewoon nog even de piepshow uh, kijken. Um, heel veel medewerkers van Blizzard hebben uh, op social media gezegd dat dat klopt. Uh, heel veel oud-bazen... Van Blizzard hebben gezegd: Nou, ik heb het misschien niet gezien, maar uh, jullie verhaal is duidelijk en ik schaam me dood dat ik dat niet heb kunnen voorkomen. En de grote vrienden van Activision zelf, dus de, 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 de corporate uit monden van Fran Townsend. En um, dat is een hele fijne uh, uh, dame die uh, uit de Bush administration komt en uh, uit Homeland Security. Uh, die zegt gewoon van het zijn verouderde verhalen, het is niet juist weergegeven, het klopt niet, bla. En bij Activision Blizzard is een fantastisch uh, werksfeer um, waar uh, eigenlijk niet zoveel uh, mis mee is. En uh, et cetera, et cetera. Nou, dat laatste dus die twee tegenover. Overgestelde meningen. Die zijn gigantisch geclashed. En dat heeft ertoe geleid dat inmiddels al meer dan 1500. En we gaan al richting de 2000 medewerkers. een petitie hebben ondertekend. En het zijn medewerkers van, van, van met name Blizzard. die hebben gezegd dat de officiële reactie van Activision Blizzard. absoluut niet door de beugel kan. Uh, dat dit niet de manier is om dit op te lossen. Het probleem is er. Dat mogen overduidelijk zijn. Er is zelfs iemand die zelfmoord heeft gepleegd. na. Sexual harassment um, dat schijnt dan ook de basis te zijn onder dit strafrechtelijke onderzoek. Dus er kunnen zelfs gevangenisstraffen uit voorkomen. Um, ik snap dat Activision natuurlijk even juridisch uh, de poten in het zand zet, maar dit is niet de manier hoe je het oplost. Dus de pleur is dus uitgebroken. Mensen werken niet meer bij Blizzard, um, er ah, wordt niet meer aan de games gewerkt. Um, er zijn nog steeds meer mensen die geen games willen spelen meer van Activision. De, de media wil het niet behandelen, et cetera, et cetera. En dat voor een bedrijf dat uh, ruim een jaar geleden uh, nog zo vooraan stond als het gaat om inclusivity en Black Lives Matter. En daar heel erg op zijn borst sloeg hoe ontzettend ze daarmee bezig zijn. En dan zie je maar weer, elke keer wat wij zeggen: dat soort dingen moet je niet met de mond beleiden, dat moet je doen. Als jij het niet doet, maar je gaat wel roepen. Dat, ...dat je er heel erg voor bent en binnen je eigen bedrijf doe je het zelf niet, dan sla je een enorme modderfiguur. Dus doe het nou gewoon allemaal, allemaal gewoon lekker de beste mensen op de beste plekken zetten... ...en ga niet alles een beetje laten zien aan de buitenwereld hoe ontzettend goed je daar... ...dat je er ontzettend voor bent en dat wil propaganderen terwijl je het zelf niet doet. Dat werkt dus niet. Maar goed, dit verhaal um, gaat nog uh, niet eens een staartje krijgen, maar een enorme staart... Uh, ja, elke, elke dag komt er weer nieuw nieuws bij. Dus we gaan het wat dat betreft volgen. Niet zo leuk nieuws in ieder geval. Uh, leuker nieuws, tenminste, als je van Pokémon houdt. Is het gerucht dat Netflix op dit moment werkt aan een live-action serie uh, uh, gebaseerd op Pokémon. Live-action, dat is dus niet geanimeerd. Maar dat zijn dus ja, echte pluizenbolletjes die je dan straks door beeld uh, ziet komen. Uh, dat zou zijn, omdat uh, Detective Pikachu, uh, dat is ook een live-action. Uh, adaptatie van de Pokémon franchise. Nou, die film die is ontzettend succesvol. Je weet het, Netflix zit vol in games. Uh, we zijn, zijn bezig met Castlevania, met Resident Evil, met The Witcher. En Pokémon is natuurlijk dan een volgende fase daarin uh, die ze gaan doen. En um, de serie zou, als de geruchten dan zouden kloppen, uh, gemaakt worden door Joe Henderson. Dat is de, uh, de showrunner en de producent van uh, Lucifer. En um, nou, dat is iemand die dat zou kunnen. Uh, alleen Nintendo en Pokémon Company hebben nog niet gereageerd. Lijkt me ook logisch. Nintendo en Pokémon Aziatische bedrijven, aandelen, ja, die, die zijn heel voorzichtig met iets uitbrengen. Uh, reageren ook niet. Je kan vragen wat je wil, maar ze geven gewoon geen antwoord. Um, maar. Ik geloof hier wel in, want it makes sense. Dit soort series zijn populair. Mensen vreten op dit moment Netflix. Ze vreten game-gerelateerde content. En Pokémon is fucking huge. Kijk maar naar Pokémon Unite. Is een beetje pay-to-win, jongens. Uh, mag je niet zeggen tegenwoordig. Hè? Iemand zei ook schertsend van Pokémon Unite is pay-to-win, want uh, je kunt ietsje sterker worden als je dat koopt. Maar het is Nintendo, dus mag je het niet zeggen. Weet je, dat dat, dat hele dat maakt me ook verder helemaal niet zoveel uit. Of zo. Maar ik vind het heel leuk om dat te volgen. De strijd tussen de mensen die uh, zeggen van, nou ja, dit is er eigenlijk niet zo netjes, en die zeggen, nee, dat is allemaal niet zo. Maar Anyway, maakt me ook allemaal niet uit. Speel gewoon lekker die game. Het is een hartstikke leuke game om uh, te spelen. Dan gaan we naar Battlefield uh, 2024, uh, 2042. Uh, daar is Tom Henderson weer, uh, de man die heel veel weet over Battlefield. Ook eigenlijk de afgelopen maanden toch wel heel veel dingen heeft gezegd die blijken te kloppen. En uh, hij heeft nu uh, naar boven weten halen de, uh, ja, alle content van de, de, ja, de, de season pass. De, 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 en hij zegt dat wordt groter dan ooit. IE uh, gaat echt uitpakken met deze Battlefield. Uh, dat heeft hij ook getweet. Hij zegt dan per season, dus per kwartaal zal het dan waarschijnlijk zijn... één nieuwe specialist, één, twee nieuwe maps, twee portal maps... een hazard zone update, uh, dat is story driven... Zes tot acht nieuwe wapens voor each mode. Voor elke mode. Twee tot, nieuwe, uh, twee tot drie nieuwe vehicles voor elke mode. En 100 season tires. Dus dat zijn behoorlijk dikke uh, seasons uh, die je kan krijgen. Uh, daar moet je natuurlijk dan weer voor betalen, maar dat maakt niet uit. Maar de, je ziet hier wel mee. Alles gaat steeds meer richting. Uh, uh, um, ja, die season content, uh, surface games. En ook dit. Nood mij weer van, ik denk namelijk dat dit gewoon vrij snel bijvoorbeeld de EA Play en de Game Pass ingaat. En dat men vooral zit uh, te wachten op mensen die dus die Battle Pass gaan kopen om extra content te gaan krijgen. Dit is gewoon de toekomst, dit is wat we gewoon met heel veel games gaan zien. Of we het nou leuk vinden of niet. Maar goed, wij houden het in de gaten en als we het niet leuk vinden, dan zullen we het natuurlijk ook zeggen. En uh, omdat er natuurlijk wel wat hè, met Activision Blizzard, we hebben natuurlijk even wat ellende gehad. Uh, in uh, de afgelopen dagen, als het gaat om gaming. Maar er gebeuren natuurlijk ook heel veel mooie dingen. Wil ik eigenlijk even eindigen? Uh, gewoon even, laten we gewoon eventjes weer helemaal zien. In beeld. Uh, met geluid. Ga ik niet doorheen praten. En daarna is het ook gewoon meteen klaar. Uh, met deze uh, editie van het GK -genaar. Maar dat is een demo die gemaakt is door de Coalition. En de Coalition is natuurlijk gewoon een studio van, uh, van Microsoft Game Studios. Uh, misschien wel een van de betere studios. Qua namen, uh, echt gefocust op high-end graphics. Mooie verhalen in de games. Uh, Ze hebben een nieuwe demo gemaakt om even te laten zien wat je allemaal kunt doen met de Unreal 4 Engine en uh, de Xbox Series X. En uh, als je dit zo ziet, um, dat is eigenlijk meteen wat, wat ik dan dacht. Als, als ik dit zie en ik denk. En we hebben ook al Forza Horizon 5 gezien, dat zag er ook waanzinnig uit. bij, bij die Bijna die realistische, gedetailleerde graphics. Alsof het gewoon, ja, gewoon echte beelden zijn, echte filmbeelden. Denk dit, zie dit. En denk dan aan de nieuwe Fable. En ja, dan, dan word ik al ontzettend vrolijk. Dan krijg ik nog meer zomerse gevoelens dan ik al heb. Goed, laten we even kijken. Um, en dan aanstaande donderdag is er weer een nieuw uh, GK-journaal naar uh, deze prachtige demo. Het duurt ongeveer een minuutje van The Coalition.